vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Hoe geef jij vrijheid door? We doen het culturele dagen om gemeenschap Almelo bij elkaar te brengen. Niet mensen uit elkaar drijven, maar mensen naar elkaar toe trekken. En daar zijn wij trots als Almelo, Almeloer. En ik ben trots op mijn stadsgenoot. En voor de gemeenschap doen we dat. We krijgen een nieuwe moskee. Is nog voorconcept. We zijn nog met de architect nog aan het overhandelen. We hebben al groen licht gekregen voor een bestemming. Van gemeente. Daar ben ik dankbaar voor onze gemeenteraad. U ziet het, we hebben een grotere plek. Moskee is niet alleen voor het bidden, maar ook sociaal, cultureel. Voor de mensen dat ze hier komen. Sociale activiteiten, culturele activiteiten. Ook niet alleen moslims hoor. Iedereen is hier van harte welkom. Nu is er in Nederland ophef ontstaan over de financiering van sommige moskeeën in Nederland. Hoe zit dat hier in Almelo? Dat gaat via donaties van Almelozen of wat mensen die in Nederland willen doneren. Die mogen dat in maandelijkse termijnen of wat anders gewoon doneren. En als wij het van de Islamitische Stichting Nederland kunnen wij ook geld lenen. In termijnen laten terugbetalen. Daar, onze is hoofdorganisatie is de Islamitische Stichting Nederland. Nou, het komt dus niet uit het buitenland? Absoluut niet. Maar dat kunnen ze ook zo achterhalen. Hè. Dus wij accepteren niet en wij willen het ook niet. Er komen ook andere ruimte in dan de gebedsruimte. Hè? Waar zijn die voor bestemd? Ja, dat is voor de vrouwen, voor de jeugd, voor de oudere mensen. Voor de hele gemeenschap Almelo. Wij doen ook een zaaltje waar iedereen gewoon Almelo kan huren. Als ze een keer wat voorlichting willen geven of wat dan ook. Zo'n persoon van 300, 400 mensen kan dat in een salonnetje of in een zaaltje. Voor de hele gemeenschap, voor de hele Almelo is dat. En ook andere instellingen, instichtingen die kunnen gerust daar wat organiseren of wat dan ook. Ja, want... Veel festiviteiten vandaag, vooral rondom jou. Hoe emotioneel was je daaronder? Ja, best wel een beetje. Maar dat is logisch. Ik zit hier 10 jaar. En ik heb veel meegemaakt hier. Ik denk alleen maar mooie dingen uiteindelijk, want zo voelt het ook. Dus ik kijk alleen maar met een hele mooie glimlach terug op Heracles Almelo. Ik denk dat we heel veel goede dingen hebben gedaan hier met elkaar. De laatste wedstrijd wordt 2-2 tegen een ploeg als FC Utrecht. Ben je dan toch trots? Nee, want ik had het liefst gewonnen. Dan was ik echt trots geweest. En helaas zat het er niet in. Goed, je gaat naar Go Ahead Eagles. Een ploeg uit de eerste divisie, uit de Jupiler League. Een fantastische uitdaging voor je? Ja, want anders had ik die uitdaging niet aangenomen. Ik denk dat het inderdaad een uitdaging is. Maar... ja, weet je, ik wil gewoon eens goed afsluiten. We moeten nog volgende week tegen Sparta. Dat is echt nog niet klaar nu. Dus ik wil gewoon nog door. En zorgen dat we die 10e plaats veilig stellen. En dan ben ik tevreden pas. John, we hebben jou de laatste 4 jaar echt als hoofdtrainer van de Rakers meegemaakt als media. We zijn je er erg dankbaar voor. We zijn ontzettend goed
hebben we met jou kunnen overleggen over van allerlei situaties. En ik wens je fantastisch en heel veel succes bij Go Ahead Eagles. Dankjewel. Bram Castro, man of the match, afscheid nemen van Heracles Almelo. Wat gaat er allemaal door je heen? Ja, het zou mooier geweest zijn als we toch nog de wedstrijd hadden gewonnen. Maar ik denk dat het mooi geweest is na 4 jaar. Veel meegemaakt en ik denk dat het nu voor beide partijen gewoon goed is dat we allebei een nieuwe uitdaging aangaan. En ik wens gewoon de club en de supporters het allerbeste van ons. Voor 2 seizoenen getekend bij KV Mechelen. Ik zie er een heel mooie sportieve uitdaging in. En ja, we gaan kijken hoe het loopt. En we gaan er met heel veel goede moed en zin aan beginnen. Hoe is KV Mechelen in vergelijking met de Nederlandse competitie? Ja, KV Mechelen is in december overgenomen door nieuwe eigenaren. En die hebben nog geprobeerd een beetje te redden wat er nog te redden viel. Maar dat is jammer genoeg niet 100% gelukt. Dus met gevolg dat er een degradatie was. Maar het is een club met heel veel ambitie. En ook die de mogelijkheden hebben om tussen plaats 5 en 8 van België mee te spelen. Als ze alles op de rit krijgen. En daar zijn die mensen heel druk mee bezig. En ik zie het als een uitdaging om daar mijn steentje aan bij te dragen. Geen keer je opladen voor de uitwedstrijd tegen Sparta, kan dat? Ja, zeker weten, natuurlijk. Er is nog geen wedstrijd te bespelen. En daar kan je ook laten zien dat je nog iets in je hebt. En dan kan je nog aan je assists en je goals werken. Dus dan ben ik zeker opgeladen volgende week. En als dat voorbij is, op naar het volgende seizoen? Eerst vakantie. Lig je volgend seizoen nog bij Heracles Almelo? Ik heb nog een 2-jarig contract, dus ik lig er nog wel. Maar ja, dat zegt die voetbal niet zoveel. Dus ja, daar zien we het ook allemaal nog wel. Het is leuk om hier weer terecht te zijn, absoluut. Ze kennen jou ook allemaal. Vertel eens, hoe is het gegaan in Engeland? Ja, vrij goed moet ik zeggen. Ik heb bijna alle wedstrijden gespeeld. Ik heb 1 wedstrijd op de bank gezeten en 1 wedstrijd ben ik ingevallen. En voor de rest heb ik alles gespeeld. Dus de laatste tijd hebben we ook goede resultaten geboekt. En het gaat eigenlijk de goede kant op. En het is ook nu nog 1 week en we zijn volledig veilig gespeeld. En hopelijk volgend jaar weer voor de play-offs gaan, want dat is de doelstelling. In hoeverre heb jij Heracles Almelo in de tweede helft van de competitie gevolgd? Ik heb zover ik kon bijna elke wedstrijd gekeken. Want ik heb via de jongens van mijn teamgenoot in Engeland heb ik een app gekregen. En daardoor kun je Nederlandse tv volgen. Dus ik heb bijna elke wedstrijd wel live gezien, ja. Hoe gaat het verder met jou? Jij speelt natuurlijk volgend seizoen nog steeds bij Sheffield Wednesday. Ja, dat is wel de bedoeling. Ik heb nu 1,5 jaar eigenlijk mogen wennen en heel veel mogen spelen. Dus ik ben aardig gewend gelijk aan het niveau, denk ik, en aan het tempo. En het is denk ik positief als je veel voetbalt. Dus hopelijk kunnen we volgend seizoen daar een mooi jaar van maken natuurlijk. Het is niks te groot en niks te klein. Het is precies zoals me ben. Almelo mooi gewoon. Gewoon mooi. Christine van Wijk, u heeft zojuist een schilderijtje gekregen. Is uw kamer wel zo groot? Daarom hebben we zo'n mooie grote hal hier. Daar kunnen we mooi tentoonstellen. Want hij is aan de gemeente aangeboden. Maar het is natuurlijk mooi dat veel meer mensen dan ik alleen ervan kunnen genieten. Dus ik ben heel blij dat hij hier in de hal mag staan. Burgemeester Hermans, die had er wel eentje in de kamer. Ja, dat klopt. Maar deze past echt niet. Maar ik zeg ook al, ik vind het heel jammer. Het zou ook heel egoïstisch zijn, want er is zo prachtig werk gemaakt. En ik zou het heel jammer vinden om die eigenlijk op te sluiten op mijn kamer. Dat moet niet. Het was een complete verrassing. Ik begreep dat er een graffiti kunstwerk was gemaakt. Wendy heeft dat gedaan met cliënten van haar coachingspraktijk. En het werd aangeboden. We hebben eerst even gedacht dat we hem ergens buiten op konden hangen. Maar daar is hij te kwetsbaar voor. Dus we moesten een goed plekje vinden. En weet je, bij graffiti denk je altijd van, oh jee, moet dat nou, hè? Dus ik was net heel verrast toen ik hier binnenkwam. Want ze hebben er echt een prachtig werk van gemaakt. Het is echt hele hoge kwaliteit. En vooral hoe ze het tot stand hebben gebracht, vind ik fantastisch. Ze hebben nagedacht over wat vinden wij nou mooi aan Almelo. Daar hebben ze over gebrainstormd. En uiteindelijk hebben ze dat in een aantal elementen weergegeven. Groen, water, huis Almelo natuurlijk. En Heracles mag niet ontbreken. Ja, ik word er helemaal blij van. Degene die dat gemaakt heeft, wat voor mensen zijn dat? Van allerlei soorten mensen. Mensen, gehandicapte mensen. Mensen met beperking. Ja,
Ook mensen zonder beperkingen. Ook. Ja, alles ja. Door elkaar. Geen hakjes, geen vakjes. We wilden iedereen samen gaan verbinden. En iedereen was ook welkom om mee te doen. Het is ook een gesubsidieerd project vanuit de provincie Overijssel. We hebben daar een subsidie voor ontvangen. We hebben gezegd, we gaan hier in het Almelo gaan wij het aanbieden aan de gemeente. Nou, alle kunstenaars hebben fantastisch meegewerkt. Er zijn ongeveer 15 mensen geweest die dit samen met ons gedaan heeft. En Thijssen heeft de groep geleid. Dus ja, ik ben natuurlijk super trots. Heb je daar zelf ook nog iets aan geschilderd? Zeker. We zijn begonnen met allemaal losse platen als het ware. En alles los aan elkaar. Ik heb alles uiteindelijk weer in geheel gemaakt als het ware. Ja. Nou, het is prachtig geworden. Dank u wel. Nou, even allemaal juichen. Ik ben 11 jaar. En welke school zit je? Ik zit op het Nordix Rennislaan in de 3e klas. Ik doe nu VMBO T, maar ik weet nog niet wat ik daarna ga doen, want ik zit nog maar in de 1e klas. Hallo, ik ben Sniva. Ik ben 12 jaar. Ik zit op de Bonklaar. Wij willen graag sponsors zoeken voor het wereldkampioenschap in Glasgow. Ze geven ons zo goed les dat we later echt heel goed kunnen studeren. Ja, ik zit op turnen. Ja. Ik ben met de auto gekomen. Ik verkoop alles wat in de schuur zit. En, nee, dat nog net niet. Nee, laat niet hoor. Nee, dat kan niet. Dat werkt niet. Als mijn schoonmoeder doort. Omdat je hebt altijd wat te doen. En als je ergens moet staan, het stoplicht staat altijd op groen. Een wonderplek, bijvoorbeeld Unicornland of zo. Zou het dan Cupcakeland, Unicornland of Taartland? Dan denk ik... dat is best een moeilijke vraag. Ja. Ik ben Jip, dit is Gijs. Hi. Gijs, je zit op judo. Ja. Welke wand heb je? De bruine. En wanneer heb je die gehaald dan? Oh, dat is volgens mij het laatste examen. En datum? Oh, dat weet ik niet meer precies. Toen gingen we naar buiten. Daar waren allemaal attracties. Allemaal. Een springkussen was er. En er waren ook volleybal en er was voetbal. Nou, hallo, wie ben jij? Ik ben Timo. Op welke sport zit je? Judo. Vind je dat leuk? Ja. Wat vind je er zo leuk aan? Dat je mensen op de rug mag gooien... En dat je je energie kwijt kan. En daar ben je blij mee? Ja. Ik vind shoppen leuk omdat je naar winkels kunt gaan en je kleren kan passen. Je kan dan ongeveer zien hoe het je staat. Ik vind dat veel leuker, want als je online gaat shoppen, dan kan je het niet eens zien hoe het staat. Dan kijk je het alleen maar bij foto's. Ik denk altijd, een kunstenaar die moet leven van de liefde, maar dat kan niet. Kunstenaar moet ook leven van de centen, middelen noemen ze dat, maar gewoon het geld verdienen. En dat geldt voor iedereen, ook voor een kunstenaar, fotograaf, filmer. Of je moet als hobby doen, één van de twee. Ik wil later graag iets met theater doen. Dus ik wil graag de HAVO er eerst achteraan doen en dan naar de toneelschool. Ja, daar heb ik nog niet heel erg over nagedacht. Maar ik wil wel graag een eigen bedrijf oprichten. Als ik mijn eindexamen heb, om dan te gaan studeren. Ik wil later iets met fotografie gaan doen. Ik weet niet of ik een eigen bedrijfje of zo, of studio wil. Of dat ik ergens bij ga of zo. Dat weet ik allemaal nog niet, maar me lijkt het wel heel leuk om daar iets mee te doen. Ik zit nu op HAVO en ik heb nog geen toekomstplannen. Ik weet nog niet wat ik later wil worden. Nou, ik zou later graag kinderpsycholoog worden. Want ik kan op zich heel goed omgaan met kinderen. Maar als dat niet gaat lukken, dan wil ik graag in het leger. Ik zit op hockey. Ik zit er nu 5 jaar op en ik ben zelf keeper. Ik zit hier ook gewoon in Almelo op hockey. Ik wil graag later op een boerderij gaan wonen en dan dat ik daar stallen bij heb. En dat daar de zieke dieren in komen en dat ik die dan beter kan maken. Ik teken heel graag en ik heb ook een YouTube kanaal. Vloggen als er iets bijzonders is. Bijvoorbeeld laatst heb ik een konijntje opgehaald en dan film ik dat. Turkije, dat is een eind weg, hè?
Wat ga je doen in Turkije dan? Weet ik niet. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam en dit beeld van Satkien dat hoort echt bij mijn jeugd. Die bronzen reus met de armen opgeheven, die man zonder hart die de verwoesting van de binnenstad symboliseert. Ik vond het als klein meisje een even indrukwekkend als angstaanjagend beeld. Wist je dat het Duitse bombardement op 14 mei 1940 maar een kwartier duurde? 15 minuten maar om honderden Rotterdammers te doden en de stad in puin te leggen. Op 4 mei om 8 uur denk ik ook aan de slachtoffers. En ik realiseer me hoeveel geluk ik heb dat ik in vrijheid mag leven zonder oorlog. Daarom ben ik op 4 mei 2 minuten stil. Jij toch ook?